Ik ben Bram van Hee en mijn functie is juridisch adviseur ondernemingsrecht. Als jurist ondernemingsrecht bestaat mijn job vooral uit het verlenen van bijstand en adviezen aan de klanten van Titica, dus de ondernemer. En dat is eigenlijk van A tot Z, dus van begin tot einde, vanaf het starten van het ondernemen of het oprichten van de vennootschap tot aan het einde van het ondernemen, bijvoorbeeld ontbinding en verheffing van de vennootschap of verkoop van de onderneming. En dat kan gaan van het onderhandelen en opstellen of nalezen van contracten tot overnames van bedrijven begeleiden of verschillende adviezen verstrekken. Eerst en vooral jobinhoudelijk. De variatie aan klanten en dossiers, waardoor dat er heel veel variatie zit in het dagelijks takenpakket. Verder de aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling door interne en externe opleidingen om nog meer kennis in de breedte en in de diepte uit te breiden. En zeker ook dat er geïnvesteerd wordt in de sfeer tussen collega's door het organiseren van verschillende events en feestjes. Goh. Het is moeilijk om er één moment uit te kiezen, maar vaak heb ik wel echt een moment van geluk als ik advies heb gegeven aan de klant waar dat ze in de praktijk iets mee waren en waar dan bij afloop van het dossier is gebleken dat er effectief iets veranderd is, dat ze effectief geholpen zijn door mijn advies. En dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben beginnen werken, is omdat je heel dicht bij de klant staat en daardoor echt wel impact kunt hebben op het ondernemen van de klant. Persoonlijk zie ik een vijftal redenen. Ten eerste is er de afwisseling in de jobinhoud, een takenpakket. Ten tweede is de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ten derde is er de impact op de klant en dus een tastbaar resultaat van het geleverde werk. Ten vierde is de open, aangename sfeer bij TTK. En last but not least is ook de aandacht voor work-life balance. Ah, ze hebben een foto gekozen.